Ja, geen idee. Moet net voor de school, maar ja. Hoi. Hoi. En dan duik je erin en dan zou je met zijn punt omhoog liggen. Dan zat de grond een beetje kwik, ja, na al die jaren. Hij komt er steeds hoger liggen. Ja, maar ik heb heel veel... Vooral gaan ook als het eind van de oorlog in Duitsland zich terugtrokken. Daar naartoe, daar door de andere richting. Met en jullie moeten bij altijd met zoiets altijd mee of zo'n afzetting? Ja, goed. De machine in de lucht. Zijn er geen water in? Hier in het midden tegen je achteruit. Bij de brug. Die deden ze helemaal in. Baat hier in de meis. Ga maar even zo'n zon. Het is nog niet heel makkelijk. Ik heb hier een kantoor achter die auto. Ik heb baat. Opgelet. 3, 2, 1. Het is allemaal schoon, dus hier zat de springstof. Hele scherpe randen, 30, 35 graden. Dus die heb ik goed gedaan. Er is ook al een heel eentje ingeroest door de tijd. Ja. Is, die baas heeft er al gezeten, zo zie je niet. Omdat hier helemaal zo donker is, hier zie je nog mooi blank. Nee, dit is echt van de springstof. Dus hier heeft de lading gezeten van de baas. Oh zo, ja. Dit heb ik vervuld meteen. Ja, door de expansie zeg maar verscherft dit hoor. Het is wel scherp. Het is wel een, de onzekerheid heeft best wel veel nodig zeg maar, veel impact voordat hij echt werkt. Ja, maar ja, zit er nog een ander staal voor op ook. Precies, er zit nog een kap voorop eigenlijk. Dus, en een ballistische kap om echt door de lucht mooi te laten gaan. Plus een soort indringingskap. Dat is voor het. Nu is het lastig te zien inderdaad. Ja. Toen we net aan induceren, wij kijken naar de diameter van de granaat, type ontsteker. Dus ja, dan ga je een range zoeken waar allemaal granaten invallen. Dus uiteindelijk kan je dan bepalen wat voor granaat heeft, wat voor ontsteker.